ik ben verplaatsbaar, maar ik roep nu bij deze alle middelbare scholen van LVO op. Wie wil mij hebben? Want ik weet het nog niet. Waar ik bijna hysterisch over heb, was toen een aantal uren later bleek dat ons management niet in de gaten had dat ik hier 17 uur werkte en gewoon een domme fout gemaakt heeft en mij ten onrechte overformatief verklaard heeft, denk ik. Men is nu aan het uitzoeken hoe lang ik hier werk sinds gisteren tot nu en dat vind ik al triest. Jullie gaan me zeer aan het hart. Minder leerlingen betekent minder geld, betekent minder collega's. Het is alleen helaas wel iets wat noodzakelijk is en waar we gewoon als organisatie voor staan. We moeten in 2014 groene cijfers kunnen overleggen. Maar het is eigenlijk daarvoor al misgegaan, voordat er mensen ontslagen moesten worden. Toen we 12 jaar geleden eigenlijk al hadden moeten anticiperen op het feit dat er een enorme krimp was in het aantal geboortes. Dus dat er na 12 jaar ook veel minder scholieren waren. En daar is het al misgegaan. Deze scholieren staan voor hun onderwijs en de rechten die zij hebben. Goed kwalitatief onderwijs, ze zouden inspraak moeten hebben in de medezeggenschapsraad. Dat zijn allemaal dingen die echt wel in het geding lijken te komen. Die lessen, dat gaat nu niet meer lukken, dat mogen duidelijk zijn. U ziet de sfeer op het plein, maar dat wordt geheid ingehaald, zeker weten. Scholieren zeggen wat ze denken, ze komen op voor hun rechten en dan kun je niet zomaar passeren. Die moet je serieus nemen, daar moet je mee praten als je dingen wilt gaan veranderen. En dat laten zij vandaag echt wel zien. We hebben geprobeerd om zo'n leraar die boventallig is geworden voor de camera te krijgen, maar ze durven niet. Ja, nou, de docenten, zeg maar, ik ben de woordvoerder van de school, maar dat wil niet zeggen dat zij niet mogen reageren. Maar zij zeggen, we zouden graag ons verhaal vertellen, maar wij durven het niet. Nou ja, dat zijn dan hun woorden en dat spijt me als dat zo is, maar... En de angstcultuur waar ze het over hebben, herkent u die? Nee, zeg maar, ze... Dus het schoolbestuur heeft een beetje zitten slapen? Ja, dat denk ik. Nee, ik sta niet mee. Ik ga gewoon mijn lessen geven, want er zijn ook leerlingen die gewoon les willen hebben. Dus ik ga straks weer de klas in. Ik ga les geven, ja. De maatregelen gaan sowieso door, dus daar zal het geen effect op hebben. Ik staak mee. Ik ken deze leraar en docenten die ontslagen zijn, of verdeeld die ontslagen zijn. Ik bedoel, ze moeten bezuinigen, maar ik vind niet dat het op deze manier, of ik vind dat het op een andere manier kan. Ja, dat is eigenlijk heel irritant ook voor hun. Hun hebben ook vaak kinderen en zo. Dan hebben hun geen inkomen meer. Dat is niet zo goed voor de leraren. Dus je leeft eigenlijk met ze mee? Ja, ja. Maar bijvoorbeeld andere leraren die niet iedereen zo leuk vindt, die zijn dan eigenlijk ja, niet ontslagen. Ja, we moeten ervoor zorgen dat de sfeer beter wordt, ook met de bezuinigingen. Ik ben ook verbaasd dat het zo goed georganiseerd is, toch? Dit is waar het om gaat. Dit is de warme mond op onze maatregelen. Komt dit vaak voor? Zo'n grote actie? Nee. En dat is echt heel erg mooi dat het hier vandaag gebeurt. Ze is in een avond wel in elkaar gezet, hè, dit. Dat is echt felicitaties dat we dat voor elkaar hebben gekregen.